En wij gaan op vakantie. Dus zin in. Zin in. Zin in. Let's go. De Nerds. We zijn aangekomen. Kijken naar een nieuwe video en het is vroeg, jongens. Kijk eens eventjes, het ochtendzonnetje komt nog niet eens helemaal maar uit door. Maar ik ben bij Gio blijven slapen gisteren, want we waren samen lekker aan het editen en het was al laat en we hadden een wijntje op. Dus ik dacht, nou, ik blijf gewoon lekker op de logeerkamer slapen. En dan ga ik morgenochtend gewoon weer lekker naar huis. Maar ik zit alweer lekker in de auto, want ik ga naar de kapper, jongens. Ja, het is... Je nadert een roodlichtcamera. Au, bedankt. Nee, maar jongens, zoals jullie zien, het is nodig. Het is echt nodig. Het is gewoon niet meer lekker. En morgen vlieg ik samen met Ruben natuurlijk naar Ibiza. En Danny en allemaal andere vrienden van Danny zijn er natuurlijk ook. Dus ik dacht, nou, even voor Ibiza, eventjes mijn haar knippen, kan geen kwaad. Oh, maar jongens, morgen gewoon lekker weer op vakantie naar Ibiza. Ik heb er zoveel zin in. En het gaat zo dik en leuk worden met die groep. Ja, ik heb er echt zin in, jongens. En ik moet nog eventjes een wasje gaan draaien, want mijn koffer ligt nu nog op mijn bed. Zonder dat ik überhaupt nog de koffer heb opengemaakt. Dus ik moet hem even... Ja, ik moet even een wasje gaan draaien voor je pizza. Maar goed, we hebben nog veel te doen vandaag. Maar nadat ik bij de kapper ben geweest, ga ik naar Sony Laser voor een meeting voor mijn muziek. Want mijn tweede nummer komt er natuurlijk... ja, die moet ergens eraan gaan komen straks. En we gaan gewoon eventjes een meeting inplannen. Welk nummer het gaat worden, hoe we het gaan aanpakken. En ja, dat soort dingetjes eigenlijk, jongens. Dus ik heb er zin in vandaag. Het wordt een leuke dag. Hoe ik hier naar huis en dan naar Amsterdam, naar de kapper. Holy shit, jongens. Kijk even mijn shirt, hoeveel haren erop zitten. Goh, het is echt lijp gewoon, het is echt lijp. Dat is wel het enige nadeel dat als je langs gaat bij Gio, je hele shirt zit onder. Maar goed, lekker in de was doen. En dan, naar de kapper. Kijk eens jongens, ik ben weer helemaal fris. Oh, het is zo'n lekker gevoel als je naar de kapper bent geweest. Dat je gewoon weer, hey, je voelt je gewoon weer helemaal fris. Je bent helemaal mannetje. Jongens, ik ben even erbij gekorven, want ik was vergeten dat ik helemaal geen koffer heb. Ik heb helemaal geen trolley. Dus die heb ik wel nodig, dus ik ga even zoeken naar een trolley. Oh jongens, ik zit hier nu een beetje tussen de koffers te kijken, maar er is zoveel keus. Het kan aan het merk liggen, Samsonite, maar het is best wel duur. Bijvoorbeeld zo'n koffertje, zou je niet verwachten, maar is €370, echt lijp. Ik twijfel tussen drie koffers, of deze, of deze, of deze. Ik denk eerlijk dat deze al afvalt, want ik vind het glimmende niet mooi. Ja, deze zijn allebei mat, deze is ook wat goedkoper, deze is... €230. Kijk jongens, dat is het. Het is alsnog echt wel heel erg duur voor een koffer. Maar een koffer gebruik je echt lang, hè. Dat zeiden mijn ouders ook. Ik koop dan wel gewoon gelijk een goede koffer. Want anders dan koop je nu een koffertje van €80. En dan gaat hij weer gelijk kapot, weet je. Of dan is de rits kapot. Of dan is de wieltjes gaan kapot. Ik ben nu in Amsterdam-Noord. En ik ben een beetje vroeg. Ik ben, en ik ben een beetje vroeg. Ik ben 20 minuten eerder dan normaal. Dus ik ga nog eventjes wat eten. Want ik heb vandaag nog niet gegeten. Dus even lekker een broodje eten. Daar zijn we weer, Geer. Met de fantastische manager weer. Goh, gezellig jongens. We gaan eventjes, lekker een meeting doen. Let's go. Hey. Deze lift hier jongens zijn heel gezellig. Echt leuk. Ik zit weer in de auto en we hebben een hele leuke meeting gehad bij Sony. En jongens, er komt weer nieuwe muziek aan. Eind oktober. Ik had eerst gezegd begin oktober, maar het wordt eind oktober. En het wordt weer echt heel dik, jongens. En ik heb zoveel zin om weer te gaan uitbrengen. Maar wat ook goed nieuws is, het is lekker weer. Jongens, kijk eens even. Dakje open, helemaal heerlijk. Ik ga lekker naar huis en dan ga ik een lekker wasje draaien. Want morgen om 10:30 volgens mij vliegen Ruben en ik naar Ibiza. En wat heb ik er zin in, jongens. Och. Oké, jongens. Ik heb eventjes mijn wasje gedaan. En er zit nu nog één ander wasje in. En dan ga ik eventjes mijn koffer inpakken. En dan gaan we morgen lekker naar Ibiza. Maar wat wel een dingetje is. We zagen dat er vandaag heel veel mensen... Sandy was volgens mij vandaag gevliegen, of gisteren. Er stond echt een ziek lange rij. Dus wij moeten om 12 uur moeten we boarden. Dus waarschijnlijk gaan we al om 9 uur gaan we al naar Schiphol. En dan moet het wel goed komen. Maar goed jongens, eerst eventjes lekker mijn koffer in gaan pakken. En zorgen dat ik alles heb. Ik ga mijn drone ook meenemen. Want we zitten waarschijnlijk in een heel vet huis. Ik weet nog niet precies hoe het eruit ziet. Want Danny heeft het ook allemaal geregeld. Aangezien het ook zijn verjaardag is. Hij heeft het huis geregeld. En een paar leuke activiteiten. En dan hebben wij de tickets geregeld. En dan moeten we... Ja, allemaal leuke dingetjes, maar er worden waarschijnlijk heel veel vette beelden geschoten. Dus ik ga mijn lens meenemen, mijn GoPro meenemen en mijn drone meenemen. Maar jongens,
Ik zie jullie morgen en dan gaan we lekker naar Ibiza. Let's go. Let's go. We gaan naar Schiphol. Let's go. Kijk dan, we worden gewoon gebracht door een Uberchauffeur. En ze heet Amber. Wat een topper zeg. En wij gaan op vakantie. Ja, lekker man. Zin in, let's go. Oh jongens, wat hebben wij geluk dat wij naar Ibiza gaan, jongens. Wat een weer. Wel lekker om met dit weer te vertrekken, hé. Nou, wat een snel. Zo. Wat een weer, jongens. Het regent echt keihard. En nu moeten we even hopen dat het niet zo druk is bij de douane. En dan komt het allemaal goed, jongens. Er staat toch wel echt een pittige, lange rij. Helaas. Wat vind je nou van deze fantastische mooie rij? Ik heb hier over gedroomd. Heb je echt over gedroomd? Nee. Oh. Ik weet niet. Nou, niet zo van rijden, man. Ik vind het pretpark ook wel cool. Nee. Toen ik met Ellen naar Kreta ging, was het zeg maar nog wel beter dan dit. Nu is hij wel weer echt lang. Toen gingen wij eigenlijk, zeg maar, wij gingen... Wat ze moeten doen? Ze moeten nog meer automatiseren. Dus nog meer, minder mensen nodig hebben, alleen meer op facescan en alles doorlopen. Schiphol, jullie horen het. Ruben heeft plannen. Automatisering, jongens. Contact Ruben voor de ideeën. Ja. Wel erg... Die heb ik, maar ik kan het niet uitwerken. Nee. we zijn er doorheen. Eindelijk. Het heeft nu denk ik 2 uur geduurd of zo, toch? Waar is het nu? Het is nu bijna 12 uur. Ja, bijna 11:45. Zeker 2 uur en 10 minuten in de rij. 2 uur en 10 minuten in de rij gestaan, jongens. Maar gelukkig waren we lekker vroeg. Dus we gaan nog eventjes een broodje halen, want we hebben nog niet ontbeten. En dan lekker het vliegtuig in, jongens. De piloot roept net om dat er dus mensen nog steeds bij de security staan en dus waarschijnlijk de vlucht niet halen. Maar sommige mensen hebben wel bagage ingecheckt en dat moeten ze dus nu eerst uit gaan halen, omdat ze niet met bagage mogen vliegen als de passagier niet aan boord is. Maar wat kut, hé. Dan sta je dus bij de security en dan weet je van, ah, fuck, ik moet niet boarden, maar je bent er gewoon niet, je bent gewoon te laat. Naast ons ook nog moeten zitten. Nee. Huh? Ik reserveer voor mezelf. Dick? Ja. Maar echt, hoe kut is dat je nu nog bij de security staat? Oh, gelijk met die mensen. We zijn geland, let's go! Daar zijn we! Lekker jongens, we zijn op je beat. Ik weet 2,5 uur wachten vanochtend. Oh ja, dat was wel echt vreselijk. Maar weet je om 12:30 en dan ga je alsnog om 8 uur bed uit. Tja. Nou jongens, we gaan dus nu eventjes onze tollies zijn meegenomen. Dus we moeten die even gaan ophalen. En daarna gaan we even aan Danny vragen wat adres is. Want we weten eigenlijk niet eens waar we moeten zijn. Het is gek. Het regent hier gewoon joh. Daar zijn we dan. We zijn afgezet door de taxi ergens op een klein pleintje met allemaal, die allemaal aansluiten op een villa. Alleen, we weten dus niet exact waar het is. Want ja, ik moet eerlijk zeggen, we hebben geen foto's gezien. Helemaal niks. Maar als het goed is het nummer 13, dit is 10. Dus we moeten nog iets naar beneden. Maar ik ben echt heel erg benieuwd hoe het huis eruit ziet. Danny is er al, Gio ook, andere Gio. Volgens mij heb ik die ook al wel een keer in de vlog laten zien. En Davy, het broertje van Danny. Dus jongens, het wordt gezellig. Die zijn er allemaal. En volgens mij van het weekend zondag of zaterdag komen er ook nog een paar anderen. Dus het wordt één gezellige boel. Maar eerst even het huis zoeken. Volgens mij is het hier, maar we horen wel mensen. Alleen... En 4G is niet goed, dat blijft maar gewoon laden. Je hoorde Danny even. Ja, ik hoorde Danny ook. We stonden aan de verkeerde kant. Hey! Daar zijn we jongens. Dennert! We zijn aangekomen! Nou, zoals ik al zei jongens, dit is een, zeg maar een soort van verjaardagsfeestje eigenlijk. Feestje, heel de week 30. Ja, oh, je wordt gewoon 30 gemaakt. Heb je Gio gezien? Gio ook op de vlog. Ewa. Nou jongens, dit is Gio. Gio is ook al maar vaak in de vlog geweest. Kijk wat een knapperd, hè. Oh, zo hé. Maar goed jongens, het is echt heel warm. Dus eerst even omkleden en daarna laat ik jullie even heel het huis zien. Want dat vinden jullie vast wel even leuk om te zien. Zwembadje erbij. Er is hier een tuinhuisje met ook een soort van, volgens mij een barbecue en zo. En kijk jongens, dit is een beetje het huis. Daar zitten de gasten. Maar ik ga jullie ook eventjes de binnenkant laten zien.
Zoals jullie zien is het echt een fucking dik huis. En jongens, ik denk dat wij het hier hartstikke leuk gaan hebben met z'n allen. En ik denk dat de vlogs erg leuk, gek en interessant worden. Dus ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan eventjes. Dat zou ik heel erg leuk vinden, want we gaan nog steeds super lekker. Thanks. Nou, lekker jongens. We gaan weg met regen. En hier in Ibiza ook regen. Maar gelukkig, volgens mij wordt het deze hele week wel gewoon chill weer. Maar nu is het even vies weer. Wij hebben net lekker gegeten en ik heb net gedoucht en omgekleed. En wij gaan straks naar een club hier in Ibiza. Amnesia heet het volgens mij. Ik ben er nog nooit geweest. Vorig jaar dat we hier waren, toen waren alle clubs dicht. Dus wij zijn nooit naar een club geweest of zo. Maar vanavond is er een feest, Elro. Dat is best wel een bekend feest. Het is ook in Amsterdam en zo. Dus het wordt hartstikke leuk. Maar ik ga niet mijn camera meenemen, want ik ben bang dat ik hem kwijtraak of dat hij kapot gaat in de club. Dat ga ik gewoon niet doen. Dus alle beelden die jullie nu gaan zien, zijn op mijn telefoon gemaakt. Geniet ervan. Goedemorgen, dames en heren, jongens en meisjes. Het was echt hartstikke leuk gisteren. Het was echt een heel lijf feest. Allemaal rare poppen en zo. Het was echt lekker. En kijk eens, jongens. Dit is top wakker worden. Heerlijk weer, zwembadje. Dus rustig, maat. Iedereen zit lekker te chillen hier. Het was echt leuk gisteren. En nu lekker ontbijten. Oh, jongens, kijk eens even. Lekker ontbijtje, verse jus. Alles erop en eraan. Helemaal goed. Nee, alles erop en eraan. Zijn constant een jus op tafel. Ja, daar ben ik al tevreden, Ruud. Het is echt fucking chill. Dit is een chefkok die gewoon elke ochtend ontbijtje maakt, avondeten maakt, lunch. Helemaal top, jongens. Ik zag gisteren op de foto. Ik denk, hey. Het is wel een dikke hoed. Jongens, deze hoed hebben we gisteren meegenomen uit de club. Ik weet niet waar die vandaan komt, maar het is best wel een leuk ding. Zeg een paddenstoel. Ja. Pats, pats, tats, tats, tats. Heerlijk. Heerlijk. Oh jongens, heerlijk zo'n zwembadje erbij. Ik weet niet, deze hoed lag opeens in de kamer van Danny. En had hem meegenomen, want bij Elro is een soort van technofeest. En daar heb je allemaal rare poppen en allemaal heel veel kleuren confetti zoals jullie zagen. En deze hebben we meegenomen. Wat een leuk souveniertje. Ja, daar zijn we weer, jongens. Rio. Daar zitten we, jongens. Herinneren. Hey Dan, vorige keer was je hierin gezwommen. Als jij erin? Ja. Ah, jongens, vorige keer zaten we daar boven. Nu zitten we gezellig met hier aan de tafel te hallen. Maar dit is wel echt een mooie plek, jongens. Zo met Ibiza stad, de oude stad hierachter. Heel mooi. We leren nu een dansmove eigenlijk. Dit kunnen wij wel. Yeah.
Show us your testicles. Yeah! Yes, sir. Laat de arm op doen. Laat het in. Mannen, goedemorgen! Hey! Een hele goede morgen, jongens. Gisteren was weer echt, heel erg leuk. Ik vond Leo's echt... We zijn er vorig jaar ook geweest. En toen was het coronatijd, dus toen was de show ook een stuk minder. Het was weer echt een leuke show. We hebben echt gelachen met z'n allen. En het was weer hartstikke gezellig. En straks gaan we lekker naar het strand. Nassau Beach, volgens mij. Ik weet niet wat het precies is. Maar iedereen is nog lekker een beetje aan het opstarten. We hebben net ontbijtje gehad. En dan gaan we straks lekker naar het strand. Hier beneden in de kelder heb je ook nog iets. Alleen... Ik heb nog niet gekeken wat hier is. Oh! Gekke gym! Wat gaat omhoog? Het gaat niet helemaal goed. Ga je lekker, maat? Daar gaan we, jongens. We worden opgehaald met de bussie. Ha, we gaan naar het strand. Hoe voel je je, maat? Vraag ik mezelf ook al. Jij voelt je wel goed, ik zie het aan je. Goh. We hebben een beetje alcohol nodig en dan gaat het alles. Ja, een klein wijntje kan wel. Zelf weer plakker. Daar gaat de andere busje al. Op naar het strand. Daar zijn we. Lekker op het strand. Lekker hoor. Wat ik laatst ook zei, ik ben zo meer fan van het strand dan van een zwembad. Steeds altijd lekker, man. Oh, heerlijk, jongens. Zo, lekker op het strand. Beentjes erbij. Dennet, hoe voel je je vandaag? Ja, opstartprobleem maar. Hey, wist je dat Dennet de enige is die hier met buik ligt en met zijn armen benen in de lucht zit? Had je zoen, man. Er staat daar zo'n vrouw en die kan je haar laten invlechten. Gio, laat je haar invlechten. Maar bij jou zou het nog staan ook. Bij jou is het gewoon dik. Ja, Dan, doe jij het laten invlechten. Grappig, man. Ja, grappig, hè. Deze kan ik nog niet gemaakt. Ja, lekker dansen straks, toch? Straks op de bekjes. Ja, Dave en ik zijn al de hele vakantie echt lijp. Wij zijn echt lijp aan het dansen, wij. Eng dansen. Ja, we kunnen echt... Ja. Boer. Ja, kijk dan. Ja, bad, jongens. Boer. Je kan erin gaan zitten, Dan. Hey, je kan je gewoon in gaan zitten. Dat is wel genoeg, hoor. Maar Dan, zou het genoeg zijn? Nee. Wat chill, kan je lekker afkoelen in het bad laten nog? Oh, jongens, niet normaal. We hebben er 2 uurtjes op, is dit, hoor. Wauw, dat zijn 10 flessen. Ja, we zijn dus achter. Oh, ja. Nou. Proost. We hebben hier een magier. Pick one. Beetje dikker. Show. Everybody see? Show them for the camera, it's very important. Ja, dik. Where is it, bro? Which guy? You tell me? Nee. Kan ik zachter. James, hard. You know hard? You don't see nothing, but very fast this card. Take the real card. I put one here in my pocket. It's not too early. It's very fast. Show why you're great. Get the dance floor. Your show me your movement. Yeah. Your body. Show me how you breathe. This is leuk, jongens. Up and down. DJ Profit. Bro, what is your favorite? My favorite? Yes. Wat is je lievelingskaart? Yeah, I know. Ik geloof dat het zo raar. Ah, klaver. Never.
Number? Eight. Klaar voor 8. You want to change? No. In my mind, running game, running line. I dance all day, I dance all night. Very, very, very slowly. Camera, 1, 2, 3. Wat? Huh? Wat? Darling, man. Dit is zo raar, hè? Hoe werkt zoiets? Ja, it's his birthday. Tomorrow. Well, they were. Happy birthday. Thank you. It's going to be 40. Blue and red. Is correct? Ja, op zijn shirt staat blauw en rood. Rood en blauw. Ja, rood en blauw, ja. Big one for you, big one. Not show me, okay? Ja? Hij kijkt niet. Kom anders om even. Ja? Goed, hier. Kom anders om even. Doe anders. In mijn vinger alleen, hè? Everybody see? Ja. Yeah. No worry. Doe het ook, hè? I touch the red here. Yeah. Look it. Dikke buik. Ik ga een beetje rood dan. Nee. Hoe dan? Wat? Hoe kan dat nou? Dan, ga maar mee. Ga maar naar huis. Dit soort dingen, jongens, ik blijf het gewoon raar vinden. Ik blijf die goocheltrucs altijd zo raar vinden, zeg maar van... Ja, ik heb gewoon geen woorden voor, maar je kan het gewoon niet... Ik snap het niet. Maar zit er gewoon rare trucs achter, denk je gewoon echt hele logische dingen? Ja, met die rekenmachine het briefje. Ja? Ze weten gewoon wat er op het briefje staat van 50. Dan weet hij welke rekensom hij moet doen. En dan kan hij tijdens de rekensom moet hij het aanpassen. Dan kan hij een keer delen door, een keer plus of min. Ja. Op die manier past hij het aan. Ja. Ja, wel echt raar, man. Echt raar. Maar wel leuk. Hij lag zo lekker te tukken. Helemaal in mijn ja. Oh. Er komen allemaal hippies aan. Flower power staat er. Dan. Ga mee, Dan. Dan, rennen. Gaat hier door, preparado. Yeah. Danny. Daar gaat hij. Oh. Kijk hoe schattig. Echt cute dit. Ik vind het echt schattig. Echt cute. Leuke vent. Nou jongens, het is mooi geweest. We hebben een hele leuke dag gehad op het strand. En we gaan nu weer lekker terug naar het huisje. En dan gaan we vanavond ergens eten. Ik weet niet precies hoe het heet. Danny heeft alles geregeld. Maar... Vandaag op het strand was heerlijk. En daar zijn we weer. Wij hebben vandaag een hele lange stranddag gehad. Gewoon lekker van, we waren volgens mij om iets van 1 uur of zo tot en met 6 uur 's avonds. Maar wij gaan nu uit eten. Ik ga mijn camera niet meenemen. Ik ga hem lekker thuis laten. Dus als er nog beelden komen, heb ik die weer op mijn telefoon geschoten. Hij is weer sigaretten gezien. Kijk, je kan een pakje op halen. Ik zet hem dus langs mee. 5, 4, 3, 2, 1. Gisteren was weer een hele leuke dag, maar ik ga je bij de vlog afsluiten. Dus vond je deze video nou leuk? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren, want in de volgende video hebben we een hele vette bootdag. En dan spreek ik jullie later!